Zondagochtend is theaterregisseur Erik de Volder plots overleden. De Volder is de bezieler van de Gentse theatergroep Ceremonia. In 2003 kreeg hij de Vlaamse Cultuurprijs voor podiumkunsten en voor toneelliteratuur. Zaterdag ging in het Entigens een stuk Frans Wojtsek in première. Een paar uur na die première overleed de gerenommeerde toneelregisseur 's morgens vroeg in zijn slaap. Zelfs, hij was 64, maar zelfs voor iemand van 64 zouden zeggen, maar die is geen 64, dat is jonger. Dus niemand had dat verwacht. In 1975 maakte Erik de Volder zijn entree in het Gentse theaterlandschap. Hij richtte het etherisch strijkersensemble Parisiana op. Meteen werd duidelijk dat de unieke, groteske stijl van de Volder een verrijking betekende voor het Vlaamse theater. Het is een toptalent geweest. Hij verstond zo de kunst om vanuit heel particuliere gebeurtenissen, dagboeknotities die hij vond, om daar zo de universele thema's die mensen bezighouden, de verhalen die ook al in de oude midden staan, maar die dan in een soort Vlaams, die zo eigen was aan hem, dat opnieuw te hertalen en te laten spelen, dat had eigenlijk een zeer breed publiek heel diep trof. In 1992 richtte de Volder toneelgroep Ceremonia op in Gent. Zijn stukken kwamen tot stand al improviserend. In de eerste repetitieweek gingen de acteurs de scène op en probeerden van alles uit. Erik zat dan te kijken, maakte schetsen en het was voor hem erg belangrijk dat hij tekeningen en dat hij zo al tekenend, want hij dacht ook theatraal al tekenend, dat hij zo die karakters van die personages scherper en scherper kreeg. En nu voor het stuk Frans Wojtsek werkte Erik de Volder voor het eerst in zijn carrière op een andere manier. De tekst van Büchner stond van in het begin centraal en die manier van werken beviel hem wel. Komt er nog samenwerking met het Entigent in de toekomst? Ja, volgend jaar en het jaar nadien ook. Zijn er dus plannen om verder nog samen iets te doen? Het klikt dus tussen Ceremonia en Entigent. Well, ik vind dat wel, ja. Het is, ja. Maar de samenwerking gaat echt heel goed. En de ploeg is hier fantastisch. De première van Frans Wojtsek was nu zaterdag. Erik de Volder maakte na afloop duidelijk dat hij tevreden was met de prestatie van de ploeg. Backstage was aan het leeglopen en hij was nog een beetje aan het rondscharrelen. En ik had ook net afgeschminkt en ik zeg, allee, kom, we gaan naar voren, naar de foyer. En hij zei, wacht nog even. En dan samen oplopen hier zo, van de backstage naar hier waar we nu zitten. En zo van, dat is wat we moesten doen vanavond. Nee, absoluut. Ja, ik denk dat hij heel gelukkig was met de avond. De leegte die achterblijft is enorm. En ik besef het zelf nog niet zo heel goed. De vraag hoe het nu verder moet met de productie Frans Wojtsek komt te vroeg. Maar toch is er een consensus dat het laatste werk van Erik de Volder niet mag verloren gaan. Mijn persoonlijk gevoel is dat Erik niets liever zou gehad hebben dan speel mijn voorstelling. Als mensen het willen zien, waarom niet? Maar dat gaan we nog allemaal eens rustig bekijken, hoe we het de komende weken organiseren of reorganiseren. Ja, ze zal zeker gespeeld worden, maar het zou inderdaad kunnen dat er geschoven wordt met data. Omdat we, misschien niet al overmorgen. Ja, nee.